We zijn weer terug hier. Ik wil even mijn bedje gaan liggen, maar ja. Ik wil even het spannendste gedeelte aan jullie laten zien, dus daarom wil ik even een 1000 miljoenste bedje gaan liggen. Ik kan hier niet gaan rennen, want ik heb ook geen eten meegenomen. Dom toch? Ik moet eigenlijk een dier gaan vermorselen. Dat ga ik dus echt niet doen. Oh, waarom heb ik niks meegenomen? Waarom heb ik alleen maar eten genomen en dan ook nog maar 3 appels voor onderweg in een vliegtuig? Ja. Dit is toch steeds niet. Hey, meneertje domkop. Wat moet je niet meer? Je hebt me niet de waarheid verteld. Die 2 emeralds hou ik. Zo, je maakt geen geluid meer. Luister, zogenaamde, weet ik veel hoe je nog heet, hè? Maar je hebt gelogen. Niet! Hij is bij DK. Moet je eens gaan kijken naar domkop. Hoe noem je mij? Domkop. Moet ik het spellen? Oh, als jij durft te spellen, moordetje. Moordetje. Wat? Nee. Doe niet. Zo. Die zogenaamde Clark. Wat ik ben. Is vermoord. Nou ja, ik niet. En hij zal nooit meer komen. Maar ja, wat goed nieuws is. Wat is nou eigenlijk het goede nieuws? Niks. Maar we moeten teruggaan. Maar waar? En ik heb eten nodig. Maar hoe krijg ik eten? Waar kan ik nu schuilen? Ik heb helemaal niks. Auw, en ik wil ook nog geraakt en ben ik bijna dood. Ik ga wel. Ga hier dan zitten, maak het dicht. Wacht, kan je erin lopen? Dan pakken we dan nog 2. Waarom doet mijn kleinzoon dit? Wat heb ik maar gedaan? Wat heb ik hem aan gedaan? Als ik hem heb, heeft hij het grootste probleem van zijn hele leven. Nou, misschien moet ik stoppen. Misschien is het iets te gemeen om het tegen mijn kleinzoon te doen. Wat zouden hun ouders hebben gezegd? Dat vraag ik me echt af. Eerst onze vader. Zo ik zeg. Nou ja, niet iedereen is zo. Nu laat ik een interview doen, live, van zijn vader.